Het heeft heel wat gekost, de parkeergarage onder het Rotterdamse Museumpark. Naast het Erasmus MC, maar nu is hij dan min of meer af. Goedemorgen meneer, welkom. Goedemorgen. U heeft de weg kunnen vinden. Wethouder Karakoes ontvangt de eerste officiële bezoeker met een bos bloemen. De peperdure garage mag er volgens de wethouder wel zijn. Het is enorm licht, want u ziet gewoon enorm veel daglicht en het is heel veilig. De bouw van de parkeergarage werd ooit begroot op zo'n 50 miljoen euro. Maar tegenvallers en regelrechte blunders dreven de kosten op tot 103 miljoen. Een heuse raadsenquêtecommissie onderzocht hoe het ooit zo mis kon gaan. Er werd beterschap beloofd en daarna liepen de kosten alsnog op tot ruim 108 miljoen. Nieuwe onderzoekers oordeelden in maart vernietigend. De financiële beheersing van het project deugde niet. Er was geen zicht op het meerwerk dat er zou aankomen. Of zelfs het meerwerk dat al geregistreerd had moeten zijn, dat al gebouwd was. Het hele bouwproces was vanaf het begin in 2004 al omstreden. Zo vreesde het naastgelegen Sophia Kinderziekenhuis voor geluidsoverlast. Ontstonden er scheuren in de Arminiuskerk, die werden toegeschreven aan de bouw, en bleek de parkeergarage niet waterdicht. Daardoor lag de bouw maanden stil. Het is natuurlijk niet niks dat je dus die overschrijding kost de Rotterdammers heel veel geld, helaas. Maar het is gebeurd. Het ligt achter ons wat mij betreft. We hebben er heel veel van geleerd. En dat betekent dus dat we naar de toekomst moeten kijken en zorgen dat we nog zorgvuldiger omgaan met het geld van de Rotterdammers. Rotterdam verwacht per jaar zo'n 1,5 miljoen bezoekers voor de parkeergarage. In de volksmond beter bekend als de blunderput.